Goedemorgen, met mij gaat het ook goed. Goedemorgen aan de luisteraars en kijkers van uw programma. Met mij gaat het naar omstandigheden goed. Ja, naar omstandigheden en het zou eigenlijk dan zou mijn vraag dan direct zijn, ja, hoe staat het dan met de partij? Eh? Want als we D66, als we kijken naar de recente ontwikkelingen in Nederland. Ja. Met de partij gaat het goed. Ja. Met de coalitie, of in ieder geval met het regeren, ja, gaat het, ja, zitten wij eigenlijk midden in een, ik zou maar zeggen, moeilijke tijd, moeilijke periode. Ja, midden in een moeilijke periode. Het kabinet is gevallen. Dat nieuws hebben wij dus vrijdag, vorige week vrijdag, ontvangen in de media gezien. D66 was onderdeel van de regering. Ja, toch wat is er toch zo gebeurd, heel Brilster? Er is heel veel gebeurd. Kijk, u moet zich voorstellen dat wij hier in Nederland geen kabinet kunnen vormen met één partij. We hebben altijd een meerderheidskabinet. Dus we zitten in een kabinet met verschillende partijen. En om te kunnen regeren wordt een regeerakkoord gesloten. Met andere woorden, de partijen zitten bij elkaar en maken afspraken wat ze in de komende jaren, dus de zittingstermijn, zullen bewerkstelligen. En daarin waren dus afspraken over het klimaat gemaakt, over asielbeleid gemaakt en over nog een paar andere zaken. En op een gegeven moment is er een breaking point geworden waar Rutte heeft aangegeven dat hij het coalitieakkoord, zoals afgesproken met elkaar, niet in die mate zou kunnen uitvoeren. Hij wou eigenlijk heronderhandelen. Hij kwam eigenlijk, als jij dat zo vertaalt, kwam hij met voorstellen die onacceptabel waren voor de andere coalitiepartijen. Ja, en hoe u zegt onacceptabel voor de andere coalitiepartijen, wat was de mening van D66 zelf in dit geval over de voorstellen? D66 heeft altijd een liberale, maar een sociaal-liberale asielbeleid voorgesteld. Ja, de aantal asielzoekers die aanvraag doen in Nederland, die moeten natuurlijk minder. Je kan niet alle asielaanvragen honoreren. Maar wij zijn voor een humaan beleid. Wij willen dat samen met de ChristenUnie en andere partijen het gezin heel belangrijk is. En we merkten dat de voorstellen van meneer Rutte eigenlijk leken alsof hij rekening moet houden met zijn achterban. Ja, en toch wel een belangrijk onderwerp natuurlijk, heer Brewster, asielbeleid. Maar was dat echt de enige reden dat het zo ver moest komen, dat een hele regering, ja, moest vallen? Ja, kijk, het is nooit altijd één reden. Het is altijd zoals we zeggen, de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Er waren al reeds momenten geweest waar de president, de minister-president het moeilijk had. Ik breng in herinnering dat het geval van Functie Elders, waar de toeslagenaffaire naar buiten kwam en waardoor er ook al een motie van wantrouwen werd ingediend. Die hebben de coalitiepartijen niet ondersteund, waardoor minister-president Rutte nog kon blijven aanzitten. En nog groter was dan de verbazing dat de president nu zelf eigenlijk de stekker eruit trekt. Ja, want je hebt begrepen dat de minister-president inmiddels al is opgestapt ook, hè? Ja, dat is. Ja, hoe zou je dat zeggen? Ik noem het maar politiek op hoog niveau. Ja, wat was dat? Was dat te verwachten? Ja, van de minister-president Rutte is alles te verwachten.
Ja, je hebt bewondering voor zijn politieke uitvoering en zijn politiek management. En tegelijkertijd zijn er mensen die zich verbazen aan de manier hoe hij politiek drijft of bedrijft. Maar hij heeft de stekker eruit gehaald. Hij heeft aangegeven dat hij niet verder kan met de coalitie als de rest van de coalitiepartners zijn een voorstel niet accepteren. Dus hij heeft de stekker eruit gehaald, zoals ze dat populair zeggen. In het weekend is er heel veel geweld, heel veel vergadering, heel veel ledenraadpleging geweest. Op een gegeven moment kwam in het weekend naar boven dat partijen een motie van wantrouwen alsnog zouden indienen. Dus ondanks de regering demissionair was, zijn er partijen geweest die zich al een motie waren aan het voorbereiden om toch nog minister-president Rutte naar huis te sturen. Dus de motie van wantrouwen in te dienen. En het leek tot zondag, of nee, zelfs tot maandagochtend, dat er een meerderheid zou zijn om de motie aan te nemen. En als de motie van wantrouwen wordt aangenomen, zou betekenen dat hij per direct zou moeten opstappen. Dus ook niet meer dimensionair kan zijn. Ja. En meneer Rutte heeft heel, heel handig daarop gespeeld door maandagochtend aan te geven dat hij niet meer beschikbaar is voor de politiek. Dus hij stopt. Ja. Dat heeft ervoor gezorgd dat de partijen de motie hebben ingetrokken en gezegd hebben, nou, als hij al belooft dat hij niet verder gaat in de politiek, is het niet meer nodig om een motie van wantrouwen in te dienen. Ja, misschien dat u ons toch een beetje kunt vertellen, hoe is de sfeer zelf in politiek Nederland en ook onder de samenleving? Ja, met de recente ontwikkelingen natuurlijk tot op heden, vandaag, hoe is dat allemaal daar? Ja, kijk, de sfeer waarin we nu leven is heel polariserend. Als je de bedreigingen ziet naar politici die een mening hebben, de afstand naar de burger is heel groot geworden. Er zijn crisis op crisis. We hebben een stikstofcrisis, we hebben een Groningencrisis, dus een aardgascrisis. Wij hebben een toeslagencrisis. Wij hebben een lichte financiële crisis. Er zijn heel veel crisissen die om aandacht vragen. En dus een deel van de samenleving vindt dat, dat het niet nodig was om nu een demissionair regering te hebben. Want er zijn zoveel problemen die opgelost moeten worden. En een andere deel die stond te juichen toen ze hoorden dat het kabinet is gevallen. En vooral dat de president zou stoppen. Want dit is al de vierde termijn van de president, of de minister-president. Ja. Het is overigens de tweede keer dat het kabinet van de heer Rutte demissionair is, toch? Want het vorige kabinet was toch ook al gevallen? Inderdaad. En ik breng u ook weer nog in herinnering dat het vormen van een kabinet ook een paar maanden geduurd heeft. Voordat we een coalitie konden vormen, of in ieder geval een coalitieakkoord konden vormen met de partijen die er nu zijn. Ja. Dus het was al passen en meten. Ja, ja. Als we ook kijken naar het feit dat er in november aanstaande verkiezingen eigenlijk moeten komen, hoe kijkt de partij zelf, D66, naar dit gebeuren vanuit de VVD, was het wel nodig volgens D66 dat de stekker eruit werd getrokken, ondanks een partij niet over eens waren op één beleidsgebied, toch? Als ik het zo begrijp, onder andere. Kijk, zoveel mensen, zoveel meningen. Kijk, ook intern is deze discussie gevoerd onder de leden. Er zijn wat moties ingediend of wat enquêtes rondgegaan. Wat peilingen zijn geweest. We hebben gisteren een grote meeting gehad, waarbij er geïnformeerd werd wat het standpunt is van de fractie van ons en met welke vragen ze zitten en welke feedback ze nodig hebben. En het was toen al duidelijk dat binnen D66 tot op het laatst niet duidelijk was of D66 de motie zou ondersteunen of niet. Ja, ja.
Wat gebeurt er nu, heer Brilster? Want u gaf het aan, er zijn een aantal zaken die op tafel liggen, lopende dossiers die opgelost moeten worden, stikstof, woningmarkt, migratie nu. Ja, wat gebeurt er nu met al deze brandende issues dan? Goeie vraag, want dat is ook de vraag die hier gesteld wordt. Eigenlijk is een demissionair een regering die niets nieuws mag doen. Maar alle zaken die al op tafel liggen, alle zaken die al goedgekeurd was of zijn door de Tweede Kamer, die kunnen gewoon uitgevoerd worden. Dus een demissionaire regering kan gewoon nog de lopende zaken uitvoeren. Het probleem is dat ook bij de lopende zaken heb je af en toe in de implementatie ervan of in de uitvoering ervan heb je weer de Tweede Kamer nodig om extra steun te geven aan een beleidsvoornemen. En daarom gaat het moeilijk worden. Omdat je demissionair bent, mag je eigenlijk niets nieuws doen. En ik kreeg gelijk de vraag over Kitty Kotti. Ik kreeg gelijk de vraag over hoe zit het dan met de excuses. Want Rutte had aangegeven dat het een komma is. Maar nu is hij weg. Het kabinet is gevallen. Wat betekent dat dan voor de komma? Is het een punt geworden omdat het kabinet demissionair is? Nee, de komma blijft de komma. Wat besloten is, die wordt uitgevoerd. Dus alles wat nu besloten is geweest, die krijgt gewoon zijn uitvoering. Ja. Is het dat met betrekking tot Kitty Kotti en herstelbetalingen, al dat is aangegeven door de voormalige premier, als we dat nu zo mogen zeggen, de heer Rutte. Wordt dat ook versterkt met de excuses die de koning zelf ook heeft gedaan? Ja, zeker. Ik was er zelf bij. En de koning heeft niet alleen excuses aangeboden, maar ook vergevenis gevraagd. Dus dat zijn twee verschillende dingen. En ik zag mensen huilen. Ik zag mensen blijdschap zijn dat gebeurd is. Dat zegt wat. Maar het zijn twee los van elkaar staande dingen. De koning is vrij om dat te zeggen als instituut, omdat het instituut bezig is ook een eigen onderzoek te doen van wat de rol was van het koningshuis in de slavernij. Dus zij komen ook met een eigen onderzoek en aan de hand daarvan zullen ze ook gaan kijken welke reparaties en wat er moet gebeuren. Het kabinet heeft een andere type verantwoordelijkheid. Die hebben al excuses aangeboden, die hebben ook al gezegd het is een komma, dus ze gaan nadenken over hoe de reparatie eruit moet. Er is al een besluit genomen om 200 miljoen vrij te maken. En het is ook al geoormerkt. Het zal moeten komen voor awareness. Dus dat betekent dat, dat het kabinet heeft besloten samen met de organisaties, of de diaspora-organisaties en de organisaties, de nazaten van de slavernij, de organisaties daarvan, om te kijken hoe invulling te geven aan dit voorstel. Wat zij eigenlijk willen is dat de bewustwording en de awareness hier in Nederland vergroot moet worden. Ieder kind zou op school moeten weten waar Suriname is en welke relatie Nederland met Suriname heeft gehad en nog steeds heeft. Ja. Nu daar de heer Rutte is opgestapt, we weten dat D66-leider Sigrid Kaag de vicepremier was. Betekent dat zij nu tot november de leiding heeft? Ja, dat is ook een scenario die mogelijk was. Maar de motie is niet aangenomen, of in ieder geval de motie is niet doorgezet. Dat was een scenario. Stel dat de motie van wantrouwen was aangenomen, dan konden er twee dingen gebeuren. Het zou kunnen gebeuren dat de VVD dan een nieuwe demissionair minister-president voorstelt. Maar het zou ook kunnen gebeuren dat de hele VVD opstapt. Dus alle ministers van de VVD opstappen. Dan zou mevrouw Sigrid Kaag demissionair minister-president worden. Maar dat is op het ogenblik niet het geval. Premier Rutte blijft demissionair minister-president. Hij heeft alleen maar aangegeven dat hij niet meer verkiesbaar is als lijsttrekker van zijn partij en dat hij niet meer in de politiek komt.
Dus met andere woorden, tot de verkiezing is hij nog steeds de missionair minister-president. Ja, de partij moet nu zaken anders, een beetje anders bekijken, nu de val. Ja, een beetje zo bekijken, kan dit impact hebben op de partij richting de verkiezingen? Ja, het leuke hiervan is dat ik zit in de evaluatiecommissie, de provinciale verkiezingsevaluatiecommissie. En daar zijn we bezig met het eindrapport. Dus je moet zich voorstellen, wij zijn nog niet klaar met het evalueren van de vorige verkiezing, dus de provinciale verkiezing. En dan staat er over 2-3 maanden weer een nieuwe verkiezing. Met andere woorden, wij hebben niet de tijd gehad om te leren van wat er goed is gegaan en wat er fout is gegaan en wat er anders zou moeten gebeuren bij de vorige campagne en de vorige verkiezing, dus het provinciale verkiezing, staatsverkiezing. En dan staat er nu weer een verkiezing voor de deur. Ik denk dat het voor geen van de politieke partijen handig is geweest om nu zo snel een verkiezing te hebben met alle voorbereiding die dat vereist. Het is een noodzaak, want ja, het moet gebeuren. Wat er nu is gaande is dat alle partijen nu bezig zijn om hun mensen en de campagne en alles in werking te stellen. Om in ieder geval campagne te voeren om de verkiezingen in november in te laten gaan. Let wel, november is genoemd als een streefdatum. Het is nog geen echte besluit. Laten we dat even voorop stellen. Ja. Oké, okay. Heer Rutte, heer Rutte, excuse. Nee, heer Brilster, de D66-leider zelf, denkt zij zelf over, hoe denkt zij er zelf over om weer lijsttrekker te worden van de partij? Hoe staat het daarmee? Ook een goede vraag. Intern worden deze vragen ook al gesteld. Ik zag zelf een soort opiniepeiling langskomen van nou, waarbij gezegd werd dat er een paar D66 gevraagd werden, nou, wie zou je graag als lijsttrekker willen zien? En daar kwamen verschillende namen naar boven. En sommige namen werden al gekozen, dus mensen konden alleen maar kiezen tussen de namen die al gekozen werden. Intern is dat nog geen vraag. Wij weten wel dat mevrouw Kaag had aangegeven dat haar kinderen hem eigenlijk gevraagd hadden van mama, is dit nog de juiste en de enige manier om jouw bijdrage te leveren aan de staat Nederland? Dat had de kinderen gevraagd, vooral omdat er zoveel dreigbrieven en agressiviteit en microagressie en bedreigingen via internet en via de media binnenkwamen. Dus het was een heel serieuze vraag voor mevrouw Kaag om erover na te denken of zij degene is die de partij in de volgende verkiezingen moet gaan leiden. Ja, ja. Heer Brilster, de zaken, de beleidsinzichten die dus vanuit de D66, die eigenlijk hebben gezorgd voor, ja, nou niet hebben gezorgd voor de val van de regering, maar zaken waar jullie het niet over eens waren met natuurlijk de VVD. Richting de verkiezingen, hoe staat het met die beleidspunten? Worden zij meegenomen richting de verkiezingen? Als in van, we blijven voet bij stuk houden van, nee, kijk, onder andere dat van gezinshereniging, dat is een must issue. Hoe staat het toch daarmee? Of wordt er toch wel even gekeken, nee, oké, dit moeten we toch wel aanpassen. Ja. Zoals u weet is het heel duidelijk voor D66 dat D66 standvastig is in de beleidskeuzes die ze maken. Het zou raar zijn dat wij iets voorstellen als we in de regering zitten en als wij een nieuwe verkiezing is, dat we plotseling van mening veranderen. D66 is een stabiele organisatie, een professionele organisatie. En wat wij altijd doen is goed nadenken over onze standpunten. We blijven altijd sociaal-liberaal. Dus we laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat zal zo blijven.
In de provinciale verkiezingen hadden we gekozen voor stilstand is geen vooruitgang. Dus wij kiezen voor vooruitgang. Wat de campagne nu zal zijn, daar is nog interne discussie over. Maar u mag ervan uitgaan dat de standpunten die we hebben niet zullen veranderen als het gaat om asielzoekersbeleid en stikstofbeleid. Wel wat wij natuurlijk gaan doen, is luisteren naar de feedback die we krijgen, luisteren naar de kiezers die af en toe vragen om sommige gedachten te heroverwegen. Dat zullen we natuurlijk zeker doen. Maar D66 is van huis uit, de gedachte van Famielo is, stel altijd de status quo ter discussie. Ja, ja. We weten dat D66 ook beschikt over een groot aantal Surinaamse Nederlanders in hun kiezersbestand, om het zo te zeggen, of hun ledenbestand, beter gezegd. Ja, hoe kijkt toch deze groep naar dit alles, de val van de regering heeft? Ik begrijp uw vraag niet. Bedoel je dat, dat het positief is? Wat zijn de reacties onder de Surinaamse Nederlandse samenleving van D66? We weten dat een aantal mensen die hebben vaker hun archieven zich best wel thuis te kunnen voelen binnen de partij, gezien men leden heeft die hun dezelfde, als het zo mogen zijn, dezelfde kleur hebben, weet toch, ja. Kleurlingen binnen de partij. Ja, inderdaad, uw opmerking is terecht. Als er een partij is in Nederland die voor diversiteit en inclusie is, is dat D66. Als u kijkt naar ons beleid, dan ziet u ook dat wij ons beleid ook in de uitvoering waarmaken. D66 is een van de weinige, zo niet de enige partij die zoveel ministers heeft die echt divers is. We hebben een Surinaamse minister. We hebben een Turkse vrouw als minister. En we hebben ook staatssecretarissen die ook divers zijn. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat D66 dat zal waarborgen. En daarom zijn zoveel diaspora's of zoveel Surinamers aangesloten bij D66. Omdat ze zich kunnen herkennen in de lijsten die samengesteld worden. Ja, ja. Heer Brilster, wat is de reactie vanuit de Tweede Kamer zelf? Hoe kijken zij naar dit alles? Vooral meenemend dat er een aantal issues zijn die al op tafel liggen en niet gelaten kunnen worden voor de volgende regering. Gezien dat november als streefdatum is en ook nog niet vast is dat er verkiezingen komen in november. De Tweede Kamer zit volgens mij een paar weken voor reces. Met andere woorden, als er niets gebeurd zou zijn, dus als het kabinet niet zou vallen, zou iedereen gewoon met vakantie gaan en eind augustus weer terugkomen en weer staat. Nu daar dit gebeurd is, is het zoals overal zijn de meningen ook verdeeld. De oppositie is heel fel. De coalitie is, de andere coalitiepartners zijn echt teleurgesteld door wat er gebeurt. En u mag ervan uitgaan dat de campagne die gevoerd gaat worden, heel scherp gevoerd gaat worden met elkaar. Daar mag ik u van uitgaan, want de standpunten moeten nu helder zijn. Kijk, er zijn protesten geweest. Er zijn groepen geweest die duidelijk hebben aangegeven niet eens te zijn met het standpunt van de regering. Die zullen ook weer van zich laten horen. Dus de campagne en de verkiezingscampagne die georganiseerd gaat worden, zal wel heftig worden. Daar mag u van uitgaan. Ja, ja. U gaf aan, er liggen een aantal issues op tafel. Wat kunnen dan toch wel de gevolgen zijn als deze zaken niet worden aangepakt, de brandende issues? Ja, dan zouden we per issue even moeten nagaan. Maar u kunt ervan uitgaan dat deze crisissen om antwoord vragen.
Ze moeten opgelost worden. En de oplossing vind je aan de hand van de kleur van het kabinet. Met andere woorden, welke partijen vormen een kabinet? Wij hadden een middenkabinet, zo zou ik het noemen. Mm-hmm. Waarbij de problemen langs sociaal-liberale gezocht werden. Als we een uiterste rechtse kabinet krijgen, betekent dat al die problemen die we net genoemd hebben, via een uiterst rechtse mening, laten we dat maar netjes zeggen, opgelost zullen worden. Dus het ligt aan de kiezer nu, en niet aan het kabinet, en ook niet aan de komende kabinet. Het ligt aan de kiezers welke type kabinet zij willen om hun problemen op te lossen. Want de problemen gaan niet opgelost worden uit zichzelf. Er moet een regering zijn die de problemen gaat aanpakken en gaat oplossen. Dus zoals een democratie dat eist, zijn het nu de kiezers aan zet. Die zullen aangeven, ik wil een linkse kabinet, ik wil een rechtse kabinet, ik wil een middenkabinet of een links-middenkabinet. Of een sociaal-liberaal kabinet die deze problemen gaat oplossen. En daarom is deze verkiezing heel belangrijk. Wat zijn toch wel een paar issues of uitdagingen die toch wel voor kunnen zorgen dat het streefdatum van november niet gehaald kan worden? Ja, tijd is eentje. Kijk, alle partijen hebben tijd nodig om de campagne en de verkiezingen voor te bereiden. Ze hebben tijd nodig om de lijsten aan te vullen. Want ja, een verkiezing kan je alleen maar houden als je genoeg kandidaten hebt. Dus je moet zich voorstellen, als je te weinig tijd hebt, hoe ga je dan een kandidatenlijst samenstellen? Dat betekent dat je onder hoogdruk alles moet samenstellen. Je moet nog een verkiezingsprogramma gaan schrijven. Je moet nog een interne verkiezing houden wie de lijsttrekker wordt. Dus er spelen heel veel organisatorische dingen erachter. Het is een hele voorbereiding die plaatsvindt. En dat gaat allemaal sneller moeten gebeuren, waarbij soms een jaar de tijd hebben om een verkiezing voor te bereiden, is dat nu 3 maanden hooguit, met nog een reces ertussen. Dus het betekent het maken. Ik zal even uitleggen hoe het eigenlijk gaat. Je begint eerst met het maken van profielen. Dus je gaat eerst profielen schrijven van nou, zo moeten de kandidaten eruit zien, zo moeten de lijsttrekken eruit zien. En zo zouden de potentiële ministers moeten eruit zien. Daar heb ik het over qua competenties en dergelijke. Dat moet je eerst met elkaar samen bespreken. En die moet dan goedgekeurd worden in een congres door de leden. Dus de leden moeten eigenlijk alle profielen goedkeuren. Nou, je moet zich voorstellen dat de eerstvolgende congres niet gepland was, rekening houdende met de nieuwe verkiezing. Als dat gebeurd is, dan komt een kandidatenlijstcommissie bij elkaar en die gaat de kandidaten samenstellen. Nadat ze de kandidaten samen hebben gesteld, dus een voorkeur van 1 tot ik zeg maar 25, dan moeten de leden weer een uitspraak doen of ze die samenstelling en die volgorde goed vinden. Daarna moet een verkiezingsprogramma geschreven worden. En ook daar hebben de leden weer het recht om moties en amendementen in te dienen, om ervoor te zorgen dat wat in een verkiezingsprogramma komt te staan, dat echt iets is wat de leden willen. Je moet zich voorstellen hoeveel tijd dat gaat kosten en hoeveel tijd dat kost. Dus een verkiezing houden in november vergt heel veel flexibiliteit van de leden, maar ook het landelijk bestuur om dit allemaal zo snel te werk te krijgen. En dan zegt de ene van nou ja, de oude verkiezingsprogramma is nog niet helemaal uitgevoerd, dus die zouden we kunnen gebruiken en een paar kleine aanpassingen doen. En de andere zegt van nee, laten we leven in een hele andere tijd. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Laten we nu echt gewoon opnieuw een nieuwe verkiezingsprogramma schrijven. En ook een nieuwe, ik zou niet zeggen een nieuwe. Kijk, elke verkiezing heeft een one-liner. En ook daarover zou je moeten nadenken. Wat gaan we nu als boodschap uitbrengen
voor de verkiezingen. En elke partij, wat ik hier schets, is niet alleen D66, hoor. Het zijn alle partijen die dit proces moeten doorlopen. En dat staat onder druk. Dus tijd, geld en de juiste mensen vinden wij. Dan hebben we het over de kwaliteit van de lijsten. En bij D66 komt nog een dimensie bij, de diversiteit en inclusie van de lijsten. Want daar vinden de leden, hebben we al met elkaar afgesproken, de leden hebben het landelijk bestuur en LAC noemen we dat, dus de lijstadviescommissie, de opdracht gegeven om een goede kwaliteit, een kwalitatief goede lijst samen te stellen. Dus met goede kandidaten die kwalitatief goed zijn, maar tegelijkertijd ook divers en inclusief. En dat is alleen, ik zou bijna zeggen, een extra dimensie van D66 die dat ook wil. Ja, als D66 zo, als ik u zo maar hoor, heer Brilster. Wat vindt D66 zelf? Is het wel haalbaar november of moeten we toch kijken naar 2024? Wat is de mening van D66 hierover? D66 heeft nog geen mening hierover, omdat wij intern nog met elkaar bezig zijn hierover te praten. En ik weet niet of D66 alleen, stel je voor D66 heeft een afwijkende mening, weet ik niet of dat doorslaggevend is. Want we hebben een meerpartijensysteem in Nederland en er zijn verschillende partijen die dan ook een mening moeten geven. Nou ja, dat is goed. Wij halen het wel, zij halen het niet, of is dat een goede datum? Dus dat is ook iets dat in gezamenlijkheid besloten wordt. En D66 is nog in beraad om daarover na te denken. Maar mocht het zo zijn dat er daadwerkelijk in november een verkiezing gehouden moet worden, omdat er zoveel brandende issues zijn, brandende crisissen zijn, dan is de organisatie van D66, dus structuren van D66 zo goed dat, en zo flexibel dat dat wel kan lukken. Want die professionaliteit zit erin. Ja, ja. Nou, heer Brilster, dan als er niets meer is toe te voegen, dan, ik weet, ligt het aan u, dan wil ik u dan toch bedanken voor dit moment. En natuurlijk een zware taak voor u. Ja, dankjewel. We zijn, zoals ik aangeef, zijn we echt in beraad wat nu. Want dit komt koud op ons dak. Het ligt, ik wil het even herhalen. Het ligt aan de kiezers hoe zij de problemen die wij hebben opgelost willen zien. Via de rechterkant of via de linkerkant. Via een sociaal-liberale kant of via een puur-liberale kant. Ik kan nog geen stemadvies geven natuurlijk, omdat we nog niet weten welke kant we op zijn. Maar het is meer dan duidelijk dat als we een humane en sociaal-liberaal beleid willen, dat D66 zeker in de coalitie deel moet nemen.